Hey, yo. Wil je me uitleggen hoe deze werkt? Ik wil het proberen. Oh, hij doet iets. Ja, dit wordt voor mij ook een beetje puzzelen, want het is nieuw. Dit is een andere app. Jij wil dus eigenlijk ook heel. Waarom heb ik jou gevraagd? Kan je ook gewoon niet helpen? Hier, doe maar. Probeer maar. Kijk maar of je eruit komt. Oké. Jadap, een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. Ik heb een oude broek aangetrokken, want ik ga vandaag klussen. We gaan namelijk naar Sterre's huis toe en Sterre is aan het verbouwen. En deze schoenen had ik de vorige keer aan toen ik ging verbouwen. En moet je kijken, want als ik ze op de grond gooi, zag je hoeveel stof eruit komt? Dus ik ga ze ook niet eens uitkloppen. Ik ga ze gewoon aantrekken en we gaan weer lekker naar hun huis toe. We gaan vandaag het plafond eruit slopen. En dat wordt een heel vies werkje, denken wij. En we gaan vandaag op de fiets. En dat is lang geleden dat ik op de fiets zat. Hoe moet dit ook alweer? En we lopen even naar binnen. En ik ben hier al een tijdje niet meer geweest, dus... Wow, yo. Er is dus al een heel deel van het plafond weg. Al die balken die erin zaten. Maar nu moeten we dus het hele rieten plafond, als het ware, eruit doen. Kan ik niet gewoon hier aan gaan hangen en dan trek ik... Ja, dat denk ik. Dat gaan we nu uitzoeken. Ik weet niet wat er dan overblijft, maar... Dat riet moet je klauwen en dan met die, weet ik, een hamer of iets eronder. En dan kijken wat er meevalt. Maar ik denk dat het niet meevalt. Buiten is dus blijkbaar heel erg mooi geworden. Wow, yo, wat een ruimte, gek. Ik heb mondkapjes meegenomen, dat we niet corona of stoflongen krijgen. Een van de twee. Oh, ik moet zeggen, ik heb nu zo'n mondkapje op. Dit is zoveel chiller dan zo'n blauwe. Want nu beslaat mijn bril niet. Ah, jawel, kut. Je wordt zo benauwd door zo'n mondkapje, niet normaal. Dit wordt echt nog een heel werk. Wens tot succes. Het is ongeveer 3 kwartier later en de helft is eruit. Vader is hier alweer bezig en moet je kijken. Ik had hier mijn telefoon met de speaker staan. Helemaal stof. Niks ontkomt hier aan het stof. Zoals je ziet, mijn hele mondkapje is zwart. De hele camera is stoffig. Lekker weg. Je ziet ook gewoon alle stof hier zo naar buiten vagen. Oh, frisse lucht. Heerlijk. Je ziet al de stof eruit komen. Ik ben erachter gekomen dat ik klussen heel erg leuk vind. Maar dat ik al het stof wat minder leuk vind. Want mijn ogen en mijn longen en alles zijn een beetje kut. Hoppakee. Uit, want we zijn klaar. Kijk dit, de hele grond is nog wel een beetje vies, maar het hele dak is dakvrij. En helaas hoort opruimen er ook bij. Alles moet naar de stort toe, in de car, naar de stort, terug met de car, car vullen, naar de stort. Wow, holy shit, moet je kijken. Ik zat hier net met mijn hand aan de auto, maar hij is gewoon helemaal één grote stofplek geworden. En moet je dit zien. Blijft gewoon maar stof uitkomen. Ook uit mijn shirt en uit mijn broek. Als je alle vlogs kijkt, heb je gezien dat ik deze auto helemaal heb schoon laten maken. Nou, er is niks meer van te zien. Het is weer één grote stofbende. Als je trouwens nog niet alle vlogs hebt gezien, dan moet jij even abonneren. Het belletje aanzetten. Dan word je elke dag om 2 uur op de hoogte gehouden van mijn nieuwe video. Pap, ja. Schoon, auto schoonhouden ben je niet super goed in, hè? Nou, er zitten geen vlekken in, hoor. Het is nu een beetje stof alleen maar, toch? Ja, een beetje stof. Als ik hier instap, ja. Is het alleen maar stof. Zo, de man naast ons die liet een hele douchewand kapot vallen. Dus daar hebben we mee geholpen. Toen heeft hij ons weer geholpen. Nu hebben we allemaal stoflongen. Want we waren mondkapjes vergeten. Super! Met mijn stoffige bril ga ik naar huis toe. Ik ga lekker douchen. Ik ben er klaar mee voor vandaag. En we zijn weer thuis. Ik ga me gelijk omkleden. Ik ga douchen en dan ga ik weg. Ik ga namelijk iets heel leuks doen. Want ik heb een hele tijd geleden... dit ding gekocht. Dit is namelijk een drone. Maar ik durf geen drone te vliegen zonder Silver. Dus ik ga nu naar Silver toe om Silver mij te laten leren drone vliegen. Maar eerst even douchen. Oké, en ik heb gedoucht. Alleen is mijn hele huid echt shit geworden. Al het stof is een soort van ingetrokken. En sorry voor de mensen die het kut vinden om te zien. Maar moet je kijken, mijn hele hoofd is gewoon opgezwollen. En puntjes en weet ik wat rode vlekjes. Dus niet heel goed voor me geweest. Helaas. Nu ga ik wel weg. Ik ga mijn drone pakken. Oh, hij is zwaar, zwaar. Hij gaat uit mijn padden. Die neem ik mee. Ik neem al mijn lenzen, mijn camera's, alles mee. En dan ga ik naar Silver. Hey. Yo. Wil je me uitleggen hoe deze werkt? Ik wil het proberen. Top. We zitten hier even te kijken. En dit is de drone. En die is super klein. En dan heb je zo'n controller erbij. Ja, die hoeft niet de lucht in. Dus dat maakt niet zo uit. Wow, ik heb gewoon 3 batterijen erbij. Ja, dat is een Fly More combo. Ik hoop dat ze opgeladen zijn. Anders moeten ze even opladen.
Nee, die zijn niet opgeladen. En dit is de Silvers drone en dit is mijn drone. Ik heb de Mavic Air 2 en jij de Mavic Air 1. Nee, Mavic 2 Pro. Oh. Dus het grote broertje, zeg maar. Maar qua kwaliteit is deze waarschijnlijk ongeveer net zo goed. Hello! How are you, my friend? Let me show you what I have here. And I'm gonna sell you something. Good thing. Today we have special price for you, my friend. We have charger for the drone. We also have the drone. Today we have special price for you, my friend. We have a battery. But if you want two battery, we have also two battery. But if you really want special price, my friend, we have the third battery in here. We do three battery for price van 4. Als jij ook wil vliegen. Nu ga ik best wel. Surinaams. Als jij ook wil vliegen, dan kan jij deze erbij gebruiken. Nu plat Amsterdams. Hoe is dat ook weer, doet ze even voor? Hey, Gappie, laasje dan. Gappie, als jij me nodig hebt, hè, je kan mij gewoon even bellen, appje sturen, je weet toch. Ik kom altijd, ik heb altijd die pinnetje bij me. Dus als jij wil vliegen, maar je bent je pinnetje kwaad, dan kan je mij even bellen toch, Gappie. Je hebt mijn nummer, je kan me bellen. Laten wij nu even een lekker stukje gaan vliegen. Ik heb 3 batterijen. Dat was weer heel raar. Ja, die doet het nog alleen goed. Alleen mannetje, we hebben 3 batterijtjes. Batterijtjes? Goed, we hebben in ieder geval alle spulletjes. Ik heb mijn nektasje. En ik heb mijn auto die veel te veel geluid maakt. En we hebben een super mooie locatie, want kijk dit. Wauw. En Silver gaat mij nu even leren droomvliegen. Deze uitklappen. Oh, huh? Zo. Ja, eerst die en dan zo, die andere. Anders zit hij vast. Ja, precies. Top. Oké, okay, nu heb ik de propellers nodig. Maakt nog uit welke? Ik heb blauwe en gele. Oh, ik heb A en B. Ja, de, kijk, ik heb net die stickertjes eraf gehaald. Nee, oh, dat maakt niet uit. Hier staan witte op en hier niet. En de ene zit er dus daarop ook een wit dingetje en op de andere niet. Dus... Oh, dat is top om te weten. Maakt het uit als je andersom in elkaar? Ja, maakt uit, want anders krijg je ze er niet eens op. Oh. Weet je? Moet ik je helpen of gaat het? Nee. Hier. Oh nee, hè? Huh? Moet ik je helpen of gaat het? Hier, hij zit. Zie je? Lekker, man. Waarom krijg je er meerdere propellers bij? Omdat ze ervan uitgaan dat je hem gaat crashen? Mhm. Gaat onweren volgens mij. Oké, en nu? Oh, kut. Nee, ik heb die app niet gedownload. Ik heb hem. Top. Mag ik jouw telefoon lenen? Nee. Oh. Nee, nou, nee, dan gaan we weer naar huis. De app staat al open. Top. Howie back. Je moet hem dus eerst aanzetten voordat hij connect natuurlijk. Welke? Deze of die? Allebei, de drone en de controller. Staat hij nu aan? Nee. Je moet hem 1 keer kort en dan lang ingedrukt houden. Kijk, nu gaat hij blazen. Ga ik terugblazen. Oké. Okay, dan doe je datzelfde met je controller. Ik hoor een tududu. iOS app niet geïnstalleerd. Heb je een andere app hiervoor nodig? DJI Fly heb je hiervoor nodig. Ja, die heb ik niet. Mag ik downloaden op jouw... 4G, ja hoor. Ik moet hem eerst updaten. Moet dat echt? Even kijken, hoe lang gaat het duren? 0%, 1%. Nou, dan gaan we 4G er ook meteen aan. Sorry, hoeveel nee, heb je? Het is oké, genoeg MB's, geen wifi. Oké, even wachten, we zijn terug na de reclame. Hey, ben ik weer. We zijn dus even niet klaar, dit was gewoon een rondje. We doen nog een rondje. Oh, waarom deed ik het ook het rondje? Alleen jij hebt het rondje. Oh, wow, we duizelig. Is het clear? Je moet je telefoonnummer of e-mail invullen. Oh, 06. Gozer. Ik zet er wel een piep onder. Piep! Dat kan ik niet invullen, wacht even. Het is inmiddels ook al iets van 9 uur of zo. Even kijken, 9:10 en de zon begint ook al bijna onder te gaan. Dus we moeten echt opschieten. De zon is nu daar en daar was hij net ook. Hoi! Hoi, ja, je kan stoppen en dan heel hard lachen, maar... Oh, en nu mij filmen op Snapchat. Hey, hoi Snapchat. Mijn nummer is piep! We zijn mij aan het filmen op Snapchat, dan ga ik hem ook gewoon filmen. Hey! Je mag ook gewoon vragen als je me wil filmen. Nee, hoi. Wat ben je aan het doen? We proberen een drone te vliegen, maar het lukt niet echt. Oh, ja, nou, hey, doei. What the fuck? Ik heb hem mijn nummer gegeven, zou je me bellen? Piep. Oh. Ja, hij doet het wel. Oh, hij doet iets. Ja, dit wordt voor mij ook een beetje puzzelen, want... Het is nieuw. Dit is een andere app. Dus ook heel ander... Oh, hier, video. Die moeten we hebben. Jij weet dus eigenlijk ook heel... Waarom heb ik jou gevraagd? Kan je ook gewoon niet helpen? Ja, doe maar. Probeer maar. Kijk maar of je eruit komt. Oké. Okay. Kijk, daar zijn wij. Oh, dat is naar voren.
Nou, naar boven gaat het in ieder geval goed. Je hebt precies de rechte lijn naar boven gevlogen. Vind ik knap van jou. Silver is nu eventjes bezig met hier wat dingetjes in te stellen. Ik heb net 2 shots gemaakt en oprecht, ik ben er al blij mee. Het zag er al goed uit. Ik heb natuurlijk nog steeds niet heel veel verstand van dronevliegen. Maar moet je kijken. Pauw! Pauw! In zijn natuurlijke habitat. Met de drone. Maar zij, je gaat ook gewoon zelf vliegen in plaats van dat je mij leert. Sorry, ik vind het gewoon leuk speelgoed. Maar dit wordt wel een mooi shot. Kijk maar, zoom. Oké, nu heb ik de challenge gekregen van Zilver om tussen de bomen door naar de zonsondergang te vliegen. Welke was welke ook alweer? Deze was zelf uitvogelen. Deze nee, rechts naar voren is gewoon recht naar voren. Als je achter de droog gaat staan... Ja, moet met rechts of links? Met rechts. Rechts, rechts. Die gewoon naar voren duwen en dan gaat hij recht naar voren. Dat is het enige wat ik hoef te doen? Ja. Oh. En dan komt dit shot eruit. Wel uitkijken die nergens tegenaan vliegt, zeg maar. Dat is handig. Battery left lololo. Wat we doen nou? I think you have to fly back to here. Ah, daar is hij. Maar hoe zet ik hem uit dan als ik hem heb? Je kan hem gewoon laten landen op de grond. Gewoon naar beneden inhouden. Dan landt hij automatisch. Ga landen! Hoe zet ik hem nu uit? Oh, hij gaat vanzelf uit. Ja. En doen we dus een... Ja! Mijn eerste droomvlucht is gelukt. Ik heb hem niet gecrashed. Nu wil ik dus alleen nog even proberen om de auto te tracken als het ware. Mm-hmm. Maar dan moeten we even een nieuwe batterij pakken. Bro, ik vind dronevliegen echt leuk. Ja man. Wat nu plan is om de drone zeg maar als het ware te tracken. Dus dan doet hij in één keer jou volgen en dan zou je zelf er niks meer aan hoeven te moeten doen. Ja, kijk wat we gaan doen. Even kijken. Waar doen we dat? Heb ik niet. Dat heb ik ook niet. Huh? Wat is dit voor menu, gast? Het is dus anders dan het Zilver gewend is. En... Het is zeg maar de versie die ik heb, maar dan heel erg vereenvoudigd. Het is een beetje alsof je een iMovie edit nadat je een Premiere hebt geëdit. Ja. Nou, top. Wij gaan even uitzoeken, want makkelijker is blijkbaar moeilijker. Top. Ik heb het gefixt. Zilver niet. Want ik ben een simpele ziel en ik kan heel simpel nadenken. Ja, dus ik denk te moeilijk na. Ja, dus goed. Laten we gaan vliegen. En ik zit weer onderweg naar huis, maar ik weet niet of je het kan zien, maar ik ben net op mijn tong. Ik ben in ieder geval bijna thuis. Ik wilde eigenlijk vanavond nog naar Zeeland rijden, want mijn ouders zijn in Zeeland en mijn oma woont daar ook. En ik wilde heel graag weer eens op 1,5 meter op bezoek bij mijn oma. Maar dat stellen we even uit. We gaan morgenochtend naar Zeeland en dan blijven we daar voor de hemelvaart. Dus dat is zeg maar... Zondag en maandag en dinsdag. Ik weet eigenlijk niet welke dag het is. In ieder geval, ik rijd nu naar Anna toe. Ik ga daar lekker slapen en ik ga morgen naar Zeeland toe met haar. Ik heb ook nog steeds de mini-tramp achterin liggen, zoals je kan zien. Dus die ga ik daar, denk ik, op de duinen neerzetten of bij de zee neerzetten of zo. In ieder geval, ik ga er wat mee doen, zodat ik hem daarna uit mijn auto kan doen. Zonder dat ik moet zeggen van, ik heb er niks mee gedaan, want dat vind ik zonde. In ieder geval, vond je deze video leuk? Doe een duim omhoog. Vond je hem leuk? Dat is leuk. Subscribe even. En zie je volgende keer weer bij de volgende video. Later. Pew pew, motherfuckers!